Het is wel lekker weer even hoor. Natuurlijk is het wel weer even wennen met balgevoel aan het begin. We zijn wat lichtere ballen. Maar ik vind het wel lekker om weer even wat te gaan doen na 4,5 week vakantie. PEC Zwolle begon dus weer met trainen na 4,5 week vakantie. Voor de nieuwe trainer Ron Jans was dit ook een speciale dag. Zijn eerste training onder zijn leiding bij PEC Zwolle. Ik heb genoten. Je begint weer bij een nieuwe club. En ik was vanaf 28 oktober stond ik niet op het veld. Dus ik vond het weer heerlijk. Een training waarbij gelijk gekeken kon worden hoe de groep ervoor staat. Dat weet ik nog niet. We hebben bewust voor gekozen om de testen pas volgende week te doen. Nu maar eerst even gewoon aan de slag te gaan. Ze hebben in ieder geval goed hun best gedaan. Het was heel geconcentreerd. Maar hoe het precies conditioneel ervoor staat, daar hebben we volgende week meer zicht op. Dat is een van de belangrijkste onderdelen natuurlijk van de voorbereiding. Voor Bram van Polen was er na het tijdperk Langeler de kennismaking met trainer Jans. Hij is vooral tijdens de training nog een beetje, ging een beetje observeren. En hij bekijkt het nu een beetje allemaal aan. Maar goed, vrij duidelijk. Vooral het idee dat we met z'n allen gaan doen. Daar sta ik en de hele ploeg denk ik wel achter. Gezien de andere eredivisie clubs is het juist PEC Zwolle dat vrij vroeg begint met de voorbereiding aan het nieuwe seizoen. Nee, ik had geen flauw idee. Eigenlijk stond het hier op 24 juni. Maar ik heb gezegd van ja, stel je voor dat je erin blijft zonder nacompetitie en dat is gebeurd. Ja, dan moet je ook zorgen dat je niet te lang vakantie hebt. En 17 mei was de laatste training, 5 weken vakantie. Nou, dat is meer dan genoeg. En dan moet je ook oppassen dat je niet te lang stilstaat. En dat halve weekje wat wij dan pakken ten opzichte van veel clubs, dat heeft ook te maken dat je dan iets rustiger de conditie kunt opbouwen. Niet te snel naar 2 keer trainen per dag, waardoor je iets minder risico loopt om tegen blessures op te lopen. Wat verwacht je van die voorbereiding? Want je hebt nou een maand voorbereidingen. Is dat een fijne periode? Lekker om weer op niveau te komen? Nou, fijn. Ik ben meestal zelf niet zo'n heel leven fan van de voorbereiding. Voor mij mag altijd wel het echtje weer beginnen. Alleen wat je zegt, het is goed. De conditie moet weer even wat komen. Aan elkaar wennen, de nieuwe spelers. En een beetje toeslijpen naar de patronen, vaste patronen. En dan de weerstaan tegen Feyenoord. Maar goed, de competitie is natuurlijk al leuker als de voorbereiding. Nou, de voorbereiding vind ik gewoon misschien zelfs wel de mooiste periode. Het duurt niet een maand, maar 6,5 week hebben we voordat Feyenoord komt om 4:30 op zondag. Je werkt er natuurlijk naartoe om conditioneel iedereen zo goed mogelijk aan de start te krijgen. Blessures voorkomen, maar natuurlijk ook om de speelwijze erin te krijgen. En ook iedereen krijgt natuurlijk zijn kansen. En dat je ook de juiste mensen op de juiste plek neerzet. En dat je ook de mensen laat knokken voor hun plekjes. Met de nieuwelingen Bechois, Nijland en Mokotjo is de selectie van Jans bijna rond. Ja, we zijn nog steeds bezig om Cliché proberen we echt hier te houden. Dat zou heel mooi zijn. En we willen er ook graag nog een aanvaller bij.